Here we go. Waarom sta ik in een bed? Hallo en welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. We zitten weer in Pixelmon. En zoals je, als mijn cam er niet voor zit, links kan zien, is mijn Pidgey ondertussen level 16. Ik heb hem een beetje geleveld. En zoals we de vorige keer al hadden achterhaald, moet ik level 18 worden om hem te kunnen evolven. Dus wat ik vandaag als eerst wil doen is daarop focussen. Daarna wil ik nog even de mijn in. Want ik had natuurlijk achterhaald dat je wel gewoon diamond kan minen. Dus we gaan nog even diamonds minen. En zoals je kan zien is onze apricorn farm aardig aan het uitbreiden. Dus dat gaat ook de goede kant op. Dus tot nu toe zijn we best lekker bezig, al zeg ik het zelf. Maar eerst gaan we onze Pidgey even evolven. Zodat we straks aan het eind van de aflevering ook nog even kunnen rondvliegen. Want, weet je, ik heb hem niet voor niks. Dat was niet de bedoeling. Ik kom wel even met mijn Pidgey vijten. Ouch! Want dan kunnen we een healer maken. Ik wil volgende week eigenlijk even een leuk huisje gaan bouwen. Zodat we kunnen verplaatsen en onze healer ook daadwerkelijk in ons nieuwe huis kunnen gaan zetten. Dat was in ieder geval de planning. Zoals je trouwens kan zien, hebben we aardig wat dingetjes gecollect met het vechten van Pokémon's. Dus dat is ook wel lekker. Die kunnen we natuurlijk heel mooi gebruiken voor bepaalde dingen. Oh, that's also nice. Even kijken, ik zoek eigenlijk even iets van een... Niet jij. Ik wil een Magikarp eigenlijk. Maar ik weet niet of ik die kan vinden, dus anders gaan we gewoon Rattatas. Welk level ben jij? Level 14, dat moet wel lukken. Ja. Het is wel fijn dat ik nu een beetje weet hoe het werkt. Oké, never mind, I'm gonna die. Oké, let's heal a bit. Dus ja, we zijn lekker bezig, al zeg ik het zelf. Maar ik wil vandaag in ieder geval... No. You go, Charmander. Ik wil vandaag in ieder geval eventjes gaan vliegen, want... I mean... Oeh, critical, lekker. Wat ik wel trouwens zag, is dat onze map niet helemaal lekker werkt ofzo. Ik weet niet. Ik weet niet of waar dat mee te maken heeft, maar... Kan ik dit uitzetten? I don't know. Ah! Oh, wacht. Dat heeft met de night map te maken. Oké, I deed het gewoon niet for some reason. Anyways. Want ik was een beetje aan het kijken naar... ja. Het... Hoe noem je dat? Het exploren. Maar weet je wat ik wel een nadeel vind... Van deze fight manier. Het is natuurlijk zo dat de Pokémon die fight alleen XP krijgt. Maar hoe kan je dan lekker een Magikarp levelen? Want, vooral in het begin heeft hij natuurlijk nog geen attack. Dus dat is wel een beetje jammer. Want ik wil eigenlijk wel een Gyarados. Maar. Kijk, onze Apricorns gaan lekker de goede kant op. Ik ga dit ook even wegleggen. Even kijken. Berry. Berry. Oké. Oh nee, eitjes mogen daar. There you go. Oké, wat we even gaan doen is de mine in. Dus ik maak nog even een extra iron pickaxe. Ik maak nog een paar... steen pickaxes. Even kijken.
Even kijken, nog wel een steen pickaxe. Dat is wel handig. Zo. Iron. Oké. Okay. Dit mee. Alright, laten we eens even de mining gaan. Want ja, we hebben dus diamond. We hebben in ieder geval één diamond nodig voor de. Hoe noem je dat? Voor onze healer. En ik wil eigenlijk vandaag wel echt even een healer kunnen maken. Ik wil hem nog niet per se 100% gebruiken of zo, maar ik wil hem in ieder geval gemaakt hebben. Waarom heb ik dit eigenlijk nog niet gemijnd? Zal wel. Hey, Geodude. Wil ik ook nog gaan vangen uiteindelijk hoor, een Geodude. Nope, ik wil niet met jou vechten. Oké, okay, let's go. Rock and Rolla, what the fuck, gast? Kan ik jou bevechten, überhaupt? Nou, nee. Fuck off. Ik wil gewoon even mijn, oké? Okay? Here we go. Ik heb... Oh ja, ik heb wel torches mee. Ik wou ze... Fucking Diglett. Oh, it doesn't affect it, Pidgey. Lekker. Bye bye. Dat levelen gaat eigenlijk nog... Ik krijg durf van ze. Oké, okay, gast. Fijn. Zit daar nog een Diglett? Fucking Diglett. Maar het levelen gaat eigenlijk nog best wel snel. Eerlijk. Het gaat sneller dan ik had verwacht. Kom op. There we go. Hoor bij een level 17. Nog meer dirt, heel fijn. Oké. Okay. Nee. Get out of here. Oké. Okay. Er zit iets in de map. Oké, okay. Even kijken. Let's go! Oh, een diamond moet te doen zijn, toch? Zou je denken? Oh my god, you kidding me? Ik had een klein stukje verder moeten mijnen. Godver. Dit is gewoon echt sad. Ik ga eerlijk zijn, dit is lichtelijk sad. Als ik gewoon, like, ietsje verder had gemijnd, had ik diamonds gehad. Wauw. Even de kool ook mee. Kool kan nooit kwaad. Nou, we gaan in ieder geval nog even verder minen. We hebben in ieder geval de diamonds waar we voor kwamen, dus dat is nice. Maar ik wil nog wel eventjes misschien wat meer diamonds. Of wat iron en dat soort dingetjes fixen. Kan nooit kwaad als we toch de mijn in zijn. Kunnen wij Geodude verslaan? Weet ik niet. Ik wil hem eigenlijk wel even... Is een Geodude leuk voor ons team? I don't know. I mean, voor het begin is denk ik wel nice om hem in mijn team te hebben. Dus misschien gaan we hem even vangen. Auw. Pidgey is dying. Come on. Oh. Hij wil niet blijven zitten. Let's try again. Yeah, we got Geodude. Oh, mom. Let's go. Oh, nee, 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 nee.
Oh my god, waarom ga ik dit doen? En ik heb nog steeds geen bed, of wel? Why am I la- Fuck, er ging wat in de lava. Wat ging in de lava? Beter zijn het niet mijn diamonds. Beter zijn het fucking niet mijn diamonds. Dan word ik echt, echt agressief. One eternity later. Hoe ben ik ooit überhaupt... Hoe heb ik überhaupt ooit een hardcore zo lang overleefd? Jemig. Oké, mijn diamonds zijn niet in de lava. Ik weet niet wat wel, maar... Oké. Oké, deze op 2, deze op 1. Die daar, die daar. Oké, het is wat van mijn redstone is weg, zie ik. Maar dat is niet zo heel erg. Mijn andere iron pickaxe was wel een beetje jammer. Maar goed, dat is ook nog wel te overleven. Ah, het valt mee. Het valt mee wat weg is. Oké. Okay. Het ding is, wat ik wou doen dus, is wel... Ik... Auwe, wat ben ik aan het doen? Ik wou shiften om dit te pakken. Alleen, mijn vinger dacht, nope, dat doen we niet. We gaan gewoon de lava in. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Almost did it again. Almost did it again. Mooie wallhack trouwens. There you go. Bye bye. Level 17! Ooh, whirlwind. Okay, I'm blown away. Their opponents dragged out in a while. Ah. Op zich. Nee. Yep. Okay. Het klinkt niet echt als een move die ik zou gebruiken of zo. Laat even weten trouwens in de comments wat jullie vinden van als ik eventueel Keep Inventory aanzet. Want ik zit er wel een beetje over na te denken om het misschien te doen. Dus... Maar ik wil wel weten wat jullie daarvan vinden. Want ik hou ook wel van een beetje een vanilla-ish. Maar ja, dit is al like modpack. Maar ik ga het niet zomaar doen zonder dat jullie dat... ook een goed idee vinden. Dus laat het zeker even weten in de comments wat jullie daarvan zouden vinden. Of jullie zeggen van ja, doe maar, het scheelt een hoop gezeik. Of nee, liever niet, we willen je zien struggelen, weet je. Laat even weten wat jullie daarvan zouden vinden. En als jullie het wel een goed idee vinden, misschien dan gaan we dat volgende keer gewoon gebruiken. Maar ik wil wel eerst even jullie opinions daarover weten, dus... Pidgey gaat lekker met levels. Ik zat trouwens een beetje in de settings te kijken, voor de fun of it. En ik kwam erachter dat je dus ook, like, kan aanzetten dat je Pokémon tijd... Dat de tijd, zeg maar, gelijk staat met je system tijd. Dus als het dan, like, op mijn computer, zeg maar... Dan gaat hij gewoon met de in real life tijd mee. Dus dat is ook wel grappig. Alleen lijkt me niet heel efficiënt. Aangezien ik altijd om dezelfde tijd opneem, zeg maar. Maar het is misschien wel leuk als ik... als we misschien ooit een Pixelmon server gaan beginnen of zo. Misschien wel grappig. Oh ja, ik was even in de war waarom mijn ding aanstond. Maar ik was natuurlijk... dingen aan het koken. Okay, there we go. Potato. Kijk, qua eten gaan we best lekker. Oh ja, healer. Ik moet heel even opzoeken hoe je die maakt. Even kijken.
Staat er hier niet bij. Oké, die moeten we even opzoeken dan op de wiki. Of we kunnen hem ook nog een kleurtje geven. Ik wil hem eigenlijk wel een kleurtje geven. Oh, je kan hem ook later nog kleuren. Oké, wacht. Dan gaan we hem gewoon maken en dan kunnen we hem later nog een kleurtje geven. Oké. Wat we nodig hebben is iron. Aluminium. 1 diamond. En that's it. Oké, dus aluminium. Boom, 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 boom. Diamond. En... this should be it. Doesn't work. Why doesn't it work? Oh, oké, wacht. Ik heb iets anders gevonden en daar staat dat je blades moet hebben. Dus we gaan dat even testen. Ho. Fuck off! Fuck off. Okay. Kijk, zo krijg je als goed plates, right? Ja, oké. Okay. Kijk, nu krijgen we... oké, okay, nu hebben we het healer recipe. Oh, ja, die krijgen we. Die heb ik natuurlijk hier niet in. Oké, okay, even kijken. PC, oh, dat is ook wel handig. Also cleaner. Kijk nou allemaal. Kijk hier. There we go. There we go. Ik vind dat zo fijn dat sommige van die Wikipedia's van games dan zo lekker duidelijk zijn over wat je nou daadwerkelijk nodig hebt. Het is wel leuk gedaan. De manier waarop het werkt, zeg maar. Dat is wel leuk gedaan. Oké. Okay. We got a healer. Oh, volgens mij werkt mijn... hij werkte. Hij werkte of niet? Yes! Hij werkte. Let's go. Oh, wat hebben we? Een cherish ball. Nou, geweldig. Nou, ja, ik mag daar. We gaan de healer nog niet neerzetten, want ik heb... hoe noem je dat? Volgens mij kan je hem alleen maar hakken met Silk Touch. En dat hebben we op dit moment nog niet. Dus ik wil mijn healer natuurlijk liever niet kwijt. Dus voor nu laat ik hem even in mijn zak zitten. En dan gaan we volgende aflevering wil ik op zoek gaan naar een leuk plekje om te gaan wonen en een huisje gaan bouwen. Dan gaan we even een leuk plekje zoeken. Moeten we wel alles gaan verplaatsen, maar goed, dat komt wel goed. Zo, oké, okay, dus. En dan moeten we ook even allemaal dingetjes verzamelen om te gaan healen. Ik wou de aflevering afsluiten, maar toen bedacht ik me... nee, wacht, ik heb het hele doel van deze aflevering nog niet voltooid. Namelijk, vliegen op mijn Pidgey. Dus we moeten nog heel eventjes door om te gaan levelen, want... we kunnen deze aflevering niet afsluiten zonder dat ik 1 meter gevlogen heb op mijn Pidgey, oké? Okay? Of tenminste, Pidgeot. Want hij moet evolven. A few moments later. Dus, we moeten even zo'n Wooloo. Ik zie er hier één lopen. Ben jij een beetje oké, okay, level? Mareep, level 15. Ik denk dat ik dat het best met Charmander kan doen, want volgens mij... is het met Charmander als doen, denk ik. Hoop ik. Oh, paralyzed, heel fijn. Kom op, Charmander. Oké, daar we gaan. Prima. En we... Charmander is evolving! Oh my god. Hallo? Waar hebben we? Ik zie niks. Ik zie niks. There you go. Woo! We got Charmeleon. Oh my god. Yes. Look at him. Charmeleon, the chosen one. Of course you are. Love you. Awesome.
2 volgens in 1 aflevering. Hm. Hm. Oké, okay, vet. 1, 2, 3. Bed. 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 Hoppa, we hebben een bed. Oké, okay, dan. Dat was ook heel handig. Oké. Okay. Verder met levelen. Want mijn Pidgey is bijna zover. Die dof. Kom maar. Kom op. You got it, Pidgey. You got it. Oké, okay, nog een klein beetje. Echt nog heel, heel klein beetje. En dan is hij klaar. Oh, dit wordt leuk. Ik heb hier zoveel zin in. Om mijn Pidgey te kunnen vliegen. Is deze te hoog level? Nee, natuurlijk niet. Pidgey is een beast, joh. Is een beast. Hoppa, level 18. Here we go. Waarom sta ik in een bed? Ik sta in hem. Ja. Ik zie niks. Ik zag niks. Look at him. Oké, maar hoe kan ik nu... Look at him. Wow. Pidgeotto. Oké, nu moet ik even opzoeken hoe je op hem vliegt. Ja. Fuck, het is Pidgeot. Hij moet nog meer levelen. Hij moet nog meer levelen. Oh, I'm so sad. Nou ja, maakt niet uit. 36. Waarom is het zo hoog? Voordat ik... I'm so sad. Welke is makkelijker? Ik denk dat het nog makkelijker is om fucking mijn Charmeleon te evolven naar... Oh nee, dat is even ver. Nou ja, maakt niet uit. Weet je, ik vind het niet erg. We kunnen dat dan wel nog niet vliegen, wat ik heel disappointed om ben. Want ik had verkeerd gelezen. Maar... Het is mijn eigen schuld. Ik had gewoon beter moeten lezen. Maar, weet je, mag de pret niet drukken. We hebben allebei onze Pokémon's geëvolved. Dit is sick. Ik ben hier heel blij mee. We hebben een healer gecraft. We hebben hem nog niet neergezet. We hebben een bed. Hoe ziek is dat? Dus weet je, ik ben blij. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Laat dan zeker een like achter. Abonneer op mijn kanaal voor meer van deze video's. Hoop ik je de volgende keer weer te zien. Bij een nieuwe video. Bye.